Hallo, wij zijn Pien en Christel, nulliesprokers van de Stroopservice Eemland. Vraag jij je wel eens af of jouw patiënt goed slaapt? Goede slaap is van groot belang voor het dagelijks functioneren en dus ook voor het revalideren. Wij als nulliesprokers van de keten zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het thema slaap. Ben je benieuwd wat we gedaan hebben? Kom, ga je mee met ons op pad. We staan hier bij Martijn van het Militair Revalidatiecentrum. Martijn, kun je ons iets vertellen over hoe jullie de slaapkwaliteit van de revalidanten op het verpleegcentrum in kaart hebben gebracht? Ja, zeker. We hebben inmiddels de ISI, de Insomnia Severity Index, zijn we erachter gekomen dat er slaapproblemen werden ervaren. En daarna hebben we 4 maanden lang een aangepaste vragenlijst uitgevoerd, de Pittsburgh Sleep Quality Index. Omdat ik daadwerkelijk uitzoeken waar die slaapproblemen zaten. We zijn hier bij Pauline van Nolschoten. Hoe houden jullie rekening met de slaapgewoontes van de revalidanten? Nou, allereerst vragen we zoveel mogelijk de slaapgewoontes van de revalidanten thuis uit. Sliep iemand thuis bijvoorbeeld ook al slecht? Daarnaast richten we de kamer van de revalidant zoveel mogelijk in als thuis. Dit houdt in als iemand bijvoorbeeld een bootstoel gebruikt, dat we die hier ook in gaan zetten. En als iemand bijvoorbeeld gewend is om met een nachtlampje aan te slapen, dan doen we dat hier ook. Zo, goed bezig van hier. We zijn hier nu bij Lisanne, PA van het Meander Medisch Centrum. Lisanne, wat is er bij jou veranderd met betrekking tot slaap? We bespreken de slaap dagelijks in de artsenvisite en we kijken eerst naar alternatieven voordat we slaapmedicatie voorschrijven. Dat klinkt goed. We zijn hier nu bij Silverijn. Daar kwam tijdens een overleg naar voren dat we een folder wilden maken met slaapadviezen voor de patiënten. De folder is gemaakt op basis van literatuur, op een communicatievriendelijke wijze geschreven en we spreken nu dus 1 taal binnen de keten over slaap. En hier bij de pol heb ik de slaapfolder gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Stroopservice Eemland. Hier zijn de eerste implementatieplannen bedacht. Ja, de neurologie thuiszorgverpleegkundigen nemen de folder mee als ze op huisbezoek gaan. De eerste lijn fysiotherapeuten gaan hem uploaden in hun Silo-app. Wil je meer weten over ons project? Of wil je er zelf met slaap aan de gang? Of ben jij benieuwd naar de folder? Kom dan naar onze poster toe. Zoek de ballon!